2 jaar later, en dat zit er weer 107, nee, we missen er een paar, hè. 105 teams bij verwachting vol aan te kijken op dit moment. Wij weten wat jullie gaan doen. Dat is het leuke. En wij denken dat het een hele leuke avond wordt. Welkom bij de 3e editie van Deurne Wittet. Wij nemen jullie nu als teamcaptains mee door een aantal praktische zaken. Maar let ook vooral goed op, zou ik zeggen. En jullie krijgen vanzelf uitleg over wat en hoe we gaan doen en hoe we hier straks weggaan. Goed. In het algemeen, 3e editie, ja, daar begonnen we net mee. 107 teams nemen er vandaag deel. Wij hebben jullie gevraagd bij inschrijving om ongeveer aan te geven met hoeveel mensen jullie verwachten deel te nemen. En op basis daarvan kunnen wij een inschatting maken dat jullie ongeveer met 2500 mensen op vanavond direct deelnemen aan de quiz. En wij weten ook dat jullie heel veel hulplijnen in gaan schakelen. Dus ik denk dat er ondertussen vanavond veel meer mensen meedoen. De quiz gaat starten om 7 uur, om en nabij. 10:45 is het einde. Dan hoort jullie quizboek weer hier bij Zane van Bussel te zijn. Daar kom ik dadelijk op terug, maar die is echt heel belangrijk. In het kader daarvan, te laat is te laat. Ja, op zoek naar DW Katen. Jullie hebben het filmpje gezien, meer ga ik er niet over zeggen. Behalve als je hem vindt, stop hem in je tas. Want dat zijn bonuspunten. Vergeet je hem in je tas te stoppen, dan heb je een heel mooie DW Kaat gevonden. Maar geen bonuspunten. Goed, komt u maar weer naar het midden. Oeh, weer aan je. Wat kan de beurt? Nee, wacht maar hoor. 192. Ja. 192. En 118. 192 en 118. 118 en 118. A. De heer Drees. B. De heer van Acht. C. De heer Lubbels. Of D. De heer Kokers. Hm. 12. In zijn studieboeken leest Mustafa veel over Willem van Oranje. Hoe werd Willem van Oranje niet genoemd? A. Willem de Zwijger. B. Graaf van Nassau-Dillenburg. C. Vader van de Nederlandse Republiek. D. Prins van Oranje. Niet genoemd. Hm? 13. Jan, Hanna en Emma zijn op de markt. Er zijn bloembollen te koop. Jan zegt: bloembollen waren duur in de Gouden Eeuw. Emma vraagt: wat is de Gouden Eeuw? Wat kan Jan het beste zeggen? A. Dit was de tijd dat goud heel duur werd. B. Dit was de tijd dat Nederland veel geld verdiende met handel. C. Dit was de tijd dat er in Nederland veel goud werd gevonden. 14. Mogelijk dat Thorbecke een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Waar was Thorbecke niet verantwoordelijk voor? A. De parlementaire democratie. B. Scheiding tussen kerk en staat. C. Verandering van de grondwet. D. 4 kabinetten Thorbecke. Met de 35 in Rome. 33. Fatima onderzoekt welke zorgverzekering het beste bij haar past. Door wie wordt het basispakket van de zorgverzekering vastgesteld? A. Door de zorgverzekeraar, B. het zorgkantoor, C. de zorginstellingen of D. de overheid. 34. Mevrouw van Dam doet onaardig tegen Zara. Zara schrikt ervan. Ze deed niks verkeerd. Wat kan Zara het beste doen? A. een klacht indienen bij de directeur. B. boos worden en mevrouw van Dam geen koffie geven. Of C. rustig blijven en tegen de mevrouw van Dam zeggen: dit vind ik niet fijn. In het pittoreske Deurne. En halen van jongs af aan. De gekste streken uit.
volgende alinea. Met name de buurjongen, getooid met een rode kuif en de volumineus haar, moet het ontgelden en wordt keer op keer weer in de luren gelegd. Met name de buurjongen. Getooid met een rode kuif. En een volumineus haar. Moet het ontgelden. En wordt keer op keer weer in de luren gelegd. Nog puntjes. Rode kuif. Volgende alinea. De ondeugende beekmannen bleken best intelligent te zijn. Vandaar dat zij na de lagere school getermineerd te hebben, hun heil hebben gezocht op een internaat in Weert. De ondeugende beekmannen. Ja. Dames en heren, kun je lezen. 5 minuten voor de aanvang mag jullie je eigen om gaan kleden. En dan wordt verder uitgelegd wat je moet doen. Oké. Ja, dat is goed. Ja? Ja, duidelijk. Wat gaat hier gebeuren? Ja, jullie gaan dadelijk hier... Komt trouwens heel verstand hebben van humor. We hebben dadelijk hier iemand zitten. Die gaat voor jullie cabaretiers nadoen. Die heeft 6 stukjes van zeer bekende cabaretiers. Mooi ingestudeerd. Kom op volgorde. Ik wil graag dat jullie die ook op volgorde invullen. De vraag met betrekking tot de rode draad. Dan krijgen jullie na afloop, als onze man klaar is, nog een paar minuutjes tijd voor. En dan kunnen jullie daarna het blad bij ons inleveren en we gaan en jullie team ondersteunen met de rest van de opdracht. Veel plezier. Maar kun je niet vragen? Is het meer licht dan zie ik wat ik schrijf? Ja. Dan moet je even aan de geluidsman vragen of je daar een aan mij staat. Super, veel plezier. Ik heb mijn vaders nog gekend, ze kochten ze toch voor cent. Is er ook een plan? Is er ook een plan?
met melk. Ja? Zijn er geen melkers meer? Nee. Ja, dat was het. Oh, dat is hard werken. Ik vind het knap. De zand is mee. Wil anders nog iets zeggen, meneer de politieagent? Nou, ik kom mijn mobieltje in beslag nemen, want we mogen geen hulpmiddelen gebruiken. Oké. Okay. Je komt goed uit, want mijn mobieltje is niet meer zo'n nieuwe. Ik heb namelijk zoiets, en die van jou is veel mooier. Ja, nee, die jou is veel want mooier. Want je moet namelijk die dingen niet gebruiken hier nou, hè. Het is antiek. Dus je moet hem nou toch maar een mooi een beetje wegstappen, hè. Kom daar brengen. Hè? Kom daar brengen. En meneer, zijn ze dan veel geraden? Nou, nee, soms weten ze het zelfs. En van nummer 5 mag je wat proeven als je wil. Ik kan gewoon allemaal in je achtertuin staan. En ben er aan uit of niet? Nee. Wel. Denk je niet? Ja. Dat mag niet, hè? Oh, dat is live. Ik ben live. Hij heeft al 1 kijker. Oh, gaat geen kijker. 1 kijker. Nee, dat is wel raar. Ik wou een ander eentje. Ja. Nou, dan worden we wel meer. Nee, dat was toch wel. Je doet het goed, hè? Ja, hè? Ik heb geluid, dat hangt nou. Heb ik gefilmd? Er kwam echt geluid uit. Daar doet het niet, man. Goeie plaatje, hè? Ja. En veel looien, hè? Jan is geluid. Nou, hé. Dat is geluid, dat is de heuren. Er komt nog paas, ik hoor het ja, al. Ja, toch? Om die niet te demonstreren, ik heb daar geen geluid uit, niet misschien. Oh, die al hard gekregen. Ja, top, dankjewel. En de meesten zijn al binnen? Bijna. Een minuut of 5 nog te gaan, maar we zijn een heel eind. Door fix. Alle creaties staan op. Kijk eens, daar wacht een mooi fluitje. Even. En de woorden jij er nog? Ik weet waar ik net in de auto zat, maar dat is de tweede kaft. De overhandiging van de avond. Hoe is die eruit van tas geraakt? Nou nee, ik zat onderweg. De weer! Ik zat onderweg. Kijk eens in die tas. Kijk er eens. Ik zit er zit alles uit. Rust de prijs. Rust de prijs. Heb je het gezien? Ja. Hey! We hebben ballen. Hey!
Kom je auto rijden? Komt het door? Ja, alles. Welke richting? Hier verschiet ik op. Daar komen die fruit demonstreren. Hoe hebben jullie die gemaakt? Die hebben er aan de zeven gegeven. Ja, dan mag jij er aan de zeven. Dan heb ik nog een plek van. Die maakt het leuk. Je kunt aan de zon maken. Waar ligt die kast al? Zoek dan maar vol. Ja, dat is gezien. Dat is het gezien. Oh, wauw. Dat is met acht. Ja, van... Doet je? Rijden. Dat is het. Heel mooi. Als jij nou vraagt, nee, ik heb het wel. Het is geen probleem. Net zof, ja? Ja. Ja, stiekem dan. Ja, hallo. Mag ik het trouwens wel of niet? Nee? Goed afgelopen hier. Lekker, hè? Ja, ik ben een zeer in de midden. Helaas. Wat een teamnummer. Ja. De deur is gesloten, hè? Dit waren de laatste. Oké, dan kunnen we nu... Alles binnen? Alles ben ik nog willen vullen. Alles wat nou nog binnenkomt is te laat. Alles wat nou nog binnenkomt is te laat. Nee, moet je zien. Even vertel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onze winst van vanavond. En dan mogen wij morgen allemaal gaan uitzoeken. Echt waar? Morgen vroeg. Ja, hier zijn wij nog. Ah, we hebben 12 uur wel klaar, denk ik. Ja, makkie. Als je tenminste de blauw bij de blauw zet. Ik denk 11 uur nog wel. Ja. Oké, okay, succes. Dankjewel. Dit was 2018. Toppie.